Hier in Elspeet is de Boerendag. Hoe wordt die ingevuld? Die Boerendag die wordt ingevuld natuurlijk door heel veel ambachten die hier te zien zijn. En nou ja, onder andere hebben we een demonstratie van de brandweer. Die laten zien hoe ze met een koe kunnen redden uit een put. Dus dat is hier nagebootst en dan gaan ze die veetakel daarvoor gebruiken. En Help with Horses, dat is een organisatie die... daar moet ik eigenlijk niet zoveel over zeggen, want dan kunnen ze het misschien beter zelf uitleggen. Maar dat is in ieder geval hoe dieren kunnen helpen met problemen. En voor de rest is er natuurlijk een kleedjesmarkt. En dat is natuurlijk voor de kinderen altijd al heel erg leuk. En een grote zandbak is er gemaakt, dus de kindertjes kunnen hier zich eigenlijk prima vermaken. En voor de rest, 60 kramen hebben we hier zo. Dus er is van alles te zien en van alles te koop. En het heeft heel vaak een link met deze Boerendag. En iedereen kan zich eigen vermaken op zijn eigen manier, zeg ik. Dus ik zou zeggen, kom gauw even naar Elspeet. Ja, is het alleen voor boeren? Nee, het is zeker niet alleen voor boeren. Het is juist om andere mensen die normaal niet in het boerenleven staan, om die kennis te laten maken met de boerencultuur in Elspeet. Zijn er verder ook dieren hier? Ja, die paarden hebben we het al over gehad, maar er zijn biggetjes, kleine kalfjes, de kleine dierenvereniging staat hier ook vandaag. Dus schaapjes hebben we helaas deze dag niet, maar dat komt niet vanwege de warmte. Dus die blijven lekker een dagje op de heide. Nou, een hele fijne dag nog. Ja, dank u wel. Graag gedaan.